Het is best sneu hoe Sylvie Meis wordt verguisd in eigen land, maar ze roept het natuurlijk wel een beetje over zichzelf af. Ze snapt totaal niets van de Nederlandse volksaard en begrijpt niet dat je hier niet een of andere Amerikaans-achtige celebrity kunt uithangen, te meer omdat ze buiten het influencen om feitelijk vrij weinig talent heeft. Sylvie heeft een video-interview gegeven aan de FHM en daarin komt ze zo snobistisch over dat het niet te harden is. Ze begint op een gegeven moment minutenlang althans, zo voelt het te lachen als de interviewer van dienst haar vraagt of ze in het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro heeft verdiend. Niet zo'n rare vraag, want wat doet Sylvie tegenwoordig in hemelsnaam behalve een Playmobil poppetje spelen op Instagram? Maar goed, Sylvie de Schiere. Die vindt het geestig dat iemand überhaupt kan denken dat zij minder dan een ton per jaar zou kunnen verdienen. Sylvie is toch geen arme sloeber? Het komt gisteravond ter sprake in vandaag een site Oranje, waar de geplaagde politicus Richard de Mos te gast is. Hij heeft 100.000 euro aan juridische kosten moeten betalen omdat het OM zo fanatiek achter hem aanzat. Wilfred Gené, sommige mensen lachen om dat soort bedragen. Ik weet niet of je Sylvie Meijs nog voorbij hebt zien komen of niet. Voor de een is het heel veel geld en voor de ander is het iets minder. Als je dan Sylvie Meijs kijkt, die reageert iets anders. René van der Gijp gaat direct helemaal los. Wat een enorme trut, hè? Tafelgast Job Knoester, wat een vreselijk mens is dat zeg. Johan Derkse, een griezel van een wijf is het. Wilfred, de vraag is: meer of minder dan 100.000 euro per jaar? Job, en dan zo lachen. Het is echt plastic. Wilfred vindt het niet slim van Sylvie. Het is wel ongelukkig. Johan, als je je alleen maar laat en sterretje uke door miljonairs, ja, dat levert wel wat op. Wilfred, nee, maar ze heeft ook een eigen carrière. Volgens mij is ze influencer en doet ze allerlei presentaties voor shows en zo. Job, volgens mij zei ze letterlijk, het is wel heel vermoeiend om 24-7 de Sylvie meis te zijn. Wilfred cynisch, ze is wel overtuigd van zichzelf. Dat siert haar wel. Johan denkt dat Raphaël van der Vaart dankbaar mag zijn dat hij van Sylvie af is gekomen. Ik ben zo gelukkig voor van der Vaart dat hij deze trut ingeruild heeft voor die leuke handbalster. Job, denk je dat er nog een man is die denkt: Ja, laten we haar maar doen, Sylvie Meis? Johan, er zijn altijd jongens met geld die hem even erin willen stoppen. René, ik denk, als ze haar mond dicht houdt, dat je het prima met haar kunt vinden. Denk je van niet? Gewoon een avondje uit eten? Niet te veel zeggen, alleen maar knikken.